Zwart zijn onze kleuren. Vitesse! Ik ben Jan-Willem Gijsbers, ik ben hier natuurlijk al vaker geweest. Ik zie alweer mooie bekende gezichten allemaal. Ik ben de huis-DJ van Vitesse en hiernaast zie je de Home of History. Dat is het museum wat we bij Vitesse ook hebben in het stadion. En er staan allerlei mooie bekers en ook uiteraard hele belangrijke shirts. Dit is het project van Vitesse Betrokken en het heet Voetbal Memories. En ja, ik laat mensen de mooie historie van Vitesse zien en beleven. Als de velden goed zijn en de bal die rolt. En de presentatie met de shirts, zeg maar, en de combinatie met in kleine groepjes wat met elkaar vertellen. Ja, dat is de gouden combinatie. En je merkt ook wel dat daar mensen helemaal van opbloeien en mooie herinneringen naar boven komen. Burgemeester Matsen verricht de aftrap voor de vriendschappelijke openingswedstrijd tussen Vitesse en Feyenoord, die de Arnhemse club met 2-1 wist te winnen. Maar was er nog wat herkenning? Want u heeft volgens mij bij het oude stadion gewoond. Ja, het ja. Oude stadion, ja, ja. Dat was ook leuk. Ja. Het was bij de Roosendaalse weg heeft u gewoond, ja. Als het goed is, hè? Ja, leuk hoor, echt waar. Ik vind het een mooi spul ook, lekker zacht ook. Zacht, hè? Ja, het is ook, jawel, het is ook best, het best wel leuk. Het is ook een best zwaar shirt eigenlijk, ja, zeker. Als je het zo aan ja, vast kijk, hebt. Ja, de strepen erop, ja. Ja, mensen hebben vaak dementie, dus... De momenten die ze ophalen, die zijn er dan even, die zijn daarna weer weg. Maar dat moment wat je dan even kan pakken, ja, dat is wel echt waardevol. Nou ja, het is toch een stukje nostalgie, hè? Dus roep herinneringen op van vroeger. Je bent supporter van een club en dat, ja, daar ben je en daar blijf je, dus dat kan ik zo zeggen. De presentatie is voornamelijk dan de historie, daar beginnen we mee en we breiden hem eigenlijk uit met unieke momenten, zoals de Airborne-wedstrijd zit erin. Ik heb ook oudere shirts mee, hè, dus vanaf de jaren 90 of 80, maar ik wil nog een stukje terug ook, dus ook de jaren 70, waar ook deze mensen natuurlijk gewoon volwaardig bij zijn geweest, wil ik ook naar voren brengen en daar heb ik helaas geen shirts van. Geel en zwart zijn onze kleuren. Ik ben op zoek naar een shirt uit 1974-77. We hebben 3 seizoenen gespeeld in een shirt van het merk Erima. Het is een kenmerkend shirt met een zwarte baan op de borst. Spelers als Charlie Bosveld, Bosco Boerzarts, Herman Velendaal, die hebben allemaal in dat shirt gespeeld. Een applausje voor jezelf, dames en heren. Zeker, zeker.